Het dumpen van vuil in de kleine straat op Doertonne 6 moet volgens districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noordoost achterwege gelaten worden. In dit bestuursgebied is het commissariaat, waar Nerkust de leiding aan geeft, reeds geruime tijd bezig trensen en lozingen op te schonen. De burgervader en bestuursopzichter Siddharat Persoud waren op vrijdag 16 oktober aanwezig bij de activiteiten in de kleine straat. We zijn hier aan de kleine straat. Voor de mensen die van vroeger die weten waar we zeggen. Oude baan waar de vroeger de bromfietsen en de motorfietsen aan het riezen waren, jaren terug. Dat was zeker 20, 25 jaar terug. Dus die straat is dan de kleine straat. En we doen een beroep op de mensen, we gaan dan hier ook schoonmaken. Toch? En proberen het een beetje netter en representatiever te krijgen. En dan doen we dan een beroep op de samenleving om erop toe te zien en ook niet. En ook zelf niet vuil te dumpen hier zo langs de weg. Zodat hetgeen dat we gedaan hebben, toch, dat het acceptabel blijft en mooi blijft voor ieder om, als die langs rijdt, om te kunnen genieten van de mooiheid dat hier achter is gebleven. Toch? En indien u iemand ziet die dat toch doet, toch, schroomt u niet om het eventjes op te nemen en het voor het commissariaat op te sturen, zodat we tegen die persoon de nodige maatregelen kunnen treffen. Bij het opschonen, wat komen jullie allemaal tegen? Nou, bij het opschonen kom je echt een heleboel tegen. Heel veel vuil. Dat vaak door ook de buurtbewoners wordt vervuild. En nou, ik kan zeggen, ijskasten, wasmachines, ventilatoren, oude banden. Weet je, er is een heleboel troep dat je eigenlijk tegenkomt wanneer je bezig bent op te schonen. Ik neem aan dat het commissariaat niet gisteren is begonnen met de werkzaamheden, dat jullie al een tijdje bezig zijn. Tot nu toe, hoe verlopen die werkzaamheden? Nou, ik zou zeggen, het verloopt vlot. Ik kan niet zeggen dat er... Er zijn wel kleine kinderziekten, zou ik zeggen. Maar dat wordt ook opgelost, hoor. Terzijner tijd. En welke gebieden zijn opgenomen in het project? Nou, voornamelijk ons eigen resortgebied. Dat is de gebieden die vallen onder commissariaat Noordoost. En dat zijn de 5 resorten, te noemen Beekhuizen, Meunder, Marineville, Blauwgrond en Centrum. En los van het ophalen van de lozingen en de treins, zijn er ook andere dingen waarmee jullie nu momenteel bezig zijn? Ja, we zijn bezig ook. Ik heb ook een ploeg straatvegers die de veegoten van de straten, de veegoten opschonen, vegen. Ik heb ook mensen die in kreken lozingen met de hand, waar machines niet erbij kunnen, dat ze dan dat met de hand doen. Die ze eenmaal bij u hier hebben. Met welke andere werkzaamheden is het commissariaat nog meer bezig? Zo, dus we zijn bezig om samen met het ministerie van Openbare Werk ook en Openbaar Groen. We zijn bezig met stadsvervrijing, we zijn bezig met het ophalen van lozingen, het schoonmaken van de trenzen. Want u weet, nu zijn we in de grote droge tijd. Toch? Soms kan het een beetje regenen. Toch? Maar straks wanneer we dan in de regentijd komen, tegen eind van het jaar, januari enzovoort, dan hopen we dat we dan zover zijn dat het overlast van water tot een minimum wordt beperkt voor ieder. Dus vandaar dat we een beroep doen op de samenleving. Dat waar we hebben schoongemaakt, waar we hebben opgehaald, waar we dat een beetje de lozingen ook hebben opgeschoond, om geen vuil meer daarin te gooien. Want soms vind je wasmachines, auto's, banden,
bankstellen, gasfornuizen, ijskasten, al dat soort televisies, alles weet je erin. Dus we doen een beroep op de mensen om dat niet te doen. Toch? Dus Onamibo is er, de vuilstortplaats is er. Toch? Voor een tientje of een 20 of een 50 SED. Toch? Kan je iemand betalen voor 100 zoveel SED. Afhankelijk van als we het samen doen. Toch? En het is één truck en de aantal mensen, dan zijn de kosten minder. Toch? Neemt u iemand met een truck, zet het daarin, laat het bezorgen op Onamibo. Zodat we daar geen overlast geven aan de mensen in de omgeving en ook anderen die langs rijden. Omdat het aardig wat geld kost om iedere keer weer de omgeving schoon te maken en op te halen. Van mijn kant uit en natuurlijk voor de buurtbewoners zou ik zeggen, ik druk de mensen op het hart om geen vuil meer aan de kleine straat, want we zijn bezig op te schonen. En het gebeurt vaak dat wanneer we bezig zijn, dan de eerstvolgende dag daarna, dat er weer vuil wordt gedumpt. En ik vraag aan de mensen dan om even dat achterwege te laten. Want we gaan natuurlijk in samenwerking met de nodige instantie gaan we flinke maatregelen treffen tegen deze mensen wanneer we ze betrapt hebben.